Goeiedag, dames en heren. Ik heb goed nieuws. Ik zal het er even bij pakken. Een laptop heb ik hier. Ik ben heel trots op jullie en op mezelf natuurlijk, dat we het voor elkaar hebben gekregen. En daar ben ik echt trots op. En daar heb ik ook naartoe gewerkt. Dat we op de 102 zitten, 102 abonnees, en ik ben jullie echt dankbaar voor. Dus daarom, dames en heren. En dat ruim ik allemaal later op. Dan heb ik nog wat tractaties voor mezelf. Een vlaggetje. Bitterbal natuurlijk. Wordt er altijd bij. Ik heb een laatste filmpje gemaakt met mijn vriendin. Dat is de meeste keer bekeken. En daar zal ik even wat dingen uithalen. Wat eronder stond als reacties. Van Theoreo. 108, die heeft de volgende gezegd: de volgende keer 2 keer spicy noodles proberen, dat is pas content. Nou, ik kan je vertellen, wij hebben dat ooit een keer gedaan. En ik kan je vertellen, dat is niet helemaal goed afgelopen. Dus we proberen wel soep, maar dan andere, minder scherp. Want er zijn wat dingen voorgevallen. Okay. Wesley FM. Zij, je hebt 100 abonnees. Gefeliciteerd, dankjewel natuurlijk. Jona Kooi, zijn mooi gedaan, dankjewel. T34 zegt 2 eetlepels notenmoskaat als after die noodles er nog in. En K. Rogema zegt 100 abonnees, Dennis. Lekker man. Dankjewel. En die kleine zegt: niet zo moeilijk kijken, hè? Het is maar een banisoep. Nou ja, je weet niet wat, hoe scherp het was vorige keer. En Liesbeth Wolters stuurt: kijk, dit lijkt mij maar niks. Te veel. Niks. Veel te scherp. Nou ja, dat zou ik ook niet proberen natuurlijk. En ik heb het gigantisch warm. Dus ja, ik ben jullie eigenlijk allemaal dankbaar dat ik hierop ben gekomen. En er komen nog allemaal leukere filmpjes aan met mijn vriendin en andere mensen. Ik heb leuke plannen. Laten we daar eerst op houden. Nou, je ziet hier allemaal spul liggen op tafel. Ik had hier volgens mij een mes liggen, hier achter. Maar het kan natuurlijk niet zo dat ik niet iets probeer. Dus ik heb een kaasplankje meegenomen van Jumbo. Allemaal van die kaas, speciaal. En de eerste is ingrediënten: gepasseerde geitenmelk, zout, zuur, zuurzool, macribiel, zetmeel. Trimcel,
witte schimmel cultuur. Voedingswaarde per 100 gram. Vet. 20. Dat is allemaal mooi. De volgende keer ga ik het meer uitleggen natuurlijk. Ik ben wel benieuwd hoe het smaakt. En ik ben een beetje verkouden. Ik heb een paar keer een test gedaan, negatief. Dus voor de mensen die denken dat het wel zover is, nog niet. Mooie prikkers ervoor. Dus die wel in blijft zin. Tuurlijk. Dit, geitenkaas. Oh, best wel lekker. Beetje als brie. Maar dan wat zachter. En hier heb ik Furmi Kim Ambert. Nou, in ieder geval kennen jullie dat wel van het schimmelkaas. Dichterbij. Voor jullie proberen. Een prikkertje erin. Schimmel. Sterke smaak. En de Franse Amber Salt, zo. En met die bitterballen is het zo, dat ik jullie nog niet verteld, ga ik straks proberen om. Ik heb er 30 stuks gemaakt om zoveel mogelijk te eten. Als soort challenge voor jullie, dat jullie mij op de 102 hebben gebracht. En dat ga ik allemaal bijhouden via mijn laptop. Ik heb meegenomen. En dit is een ander stukje kaas. Ook wel lekker. Oh, allemaal confetti wat ik straks allemaal moet opruimen. Nou ja, ik vind het ook wel leuk. Voor jullie natuurlijk. Zou ik een ding erbij pakken. Precies.
Kladblok. Dit is de eerste. De mosterd. Ik wil jullie even vragen, want willen jullie een Q&A doen? Houdt in dat jullie allemaal vragen onderin een reactie kunnen zetten. Want de volgende video kunnen wij dan vragen beantwoorden wat jullie willen weten van mij, van mijn vriendin. Die de volgende keer weer bij komt. Ik wou jullie vragen van laat natuurlijk weer zoveel mogelijk mensen zien dat ze abonneren. En ik zag dat er 29% nog niet geabonneerd is. Doe dat natuurlijk. Want er komen leukere filmpjes aan, nog leukere. Ik ben er met allemaal plannen bezig. Oh, ik zal niet te veel praten natuurlijk. Ik zal er een eentje pakken. Dat is 2. Vier. Vijf. Zeven. Acht. Negen. Tien. Thank you.
Ja. Oh, het is vol, jongens. Ik zou zeggen natuurlijk abonneer en like. En wat ik ook zeg, er komen veel leukere filmpjes aan. En die zien jullie de volgende keer natuurlijk. En ik heb een confettibus net ontploffen. Zoals straks die resultaten even wat laten zien. En ik ben jullie gewoon dankbaar. Dat jullie allemaal hebben geabonneerd. Ja. Meer kan ik eigenlijk ook niet zeggen. En vind je deze filmpje leuk? Laat een duimpje omhoog. Laat een reactie achter. Als je wat van mij wil laten weten. En we doen dat in de volgende video. Waarschijnlijk op vrijdag. Ik weet niet, kijk. Want er kan altijd een special tussenkomen. Dat kan ik ook niet met alle zekerheid zeggen, maar wie weet. En ik zou zeggen. Tot de volgende keer. En dankjewel, hè. Laters. Dit is het allemaal gewoon. Al de confetti. Dit is het mooie lamp die ik gebruik.